Zo, 20,3 kilometer na een uur. Het gaat hard. Ja, gaat hard. Jolande Sap, kandidaat Kamerlid voor GroenLinks. Aangenaam. Zit hier op de fiets. Alles voor de campagne? Nou, alles voor de campagne, maar ook een beetje voor, nou, vooral voor het goede doel natuurlijk ook. En een beetje voor mezelf ook. Want ik wil eigenlijk echt graag weer eens wat meer gaan sporten. En waar kan je dat nou combineren, die drie dingen? Nou, hier dus, heerlijk. Wat is uw leeftijd? Ik ben 47. Sinds zaterdag 47 geworden. De bloedgroep? Bloedgroep, ja, gewoon wat de meeste mensen in Nederland hebben. O. En als je politieke bloedgroep kijkt, dan echt hervormingsgezind. Ik wil heel graag mijn regelingen in Nederland moderniseren, zodat het een groen en sociaal land wordt. Rugnummer? Rugnummer 2. Nummer 2 achter Femke Halsema op de lijst van GroenLinks. Prachtige plek als financieel woordvoerder, want wij hechten er zeer aan dat wat wij voorstellen ook kan, ook haalbaar is. Ik dacht toen ik begon ook nummer 2 achter Harry van Bommel, want het is 40 kilometer. Poepoe. Maar misschien ga ik ze wel halen. U heeft een lange broek aan, dus we zien het niet, maar heeft u uw benen geschoren? Ja, ik heb mijn benen wel geschoren. Ja, zeker. Ja, zijn toch veel lekkerder. Extra snelheid. Ja. Favoriete doping? Favoriete doping? Nou, later op de avond, als de dag gedaan is, een lekker glaasje rode wijn. Heerlijk. Hoe lang fietst u al? Ik fiets van kinds af aan, veel. Ik heb vooral mijn 20e jaren veel gefietst op fietsvakanties in de bergen. Lekker tegen de berg aan ploeteren en dan heerlijk ervan afracen weer. Even een doekje, hè? Het is wel een warme studio hier.